De nieuwe goudkleurige sporthal aan de Rosa de Limastraat in Nijmegen-West werd vrijdag officieel geopend. Het sportcomplex werd op feestelijke wijze geopend door burgemeester Bruls en gedeputeerde Markink van de provincie Gelderland. Het sportcentrum is gebouwd op Sportpark de Dennen. In het nieuwe sportcentrum is er ruimte voor topsport, breedte sport en talentontwikkeling. Het gebouw bestaat uit een breedte sporthal, een free running zaal, een springhal, kidsgym, een dojo en twee turnzalen. Daarnaast is er ruimte voor medische begeleiding. En verder biedt de Sportcube onderwijs en onderzoek in samenwerking met het CWZ, Fysiotherapie Bottendaal, de HAN en Seneca.